Welkom bij het onderdeel over impress grafieken. Ook hiervoor ga ik gebruik maken van de presentatie die we reeds gemaakt hadden. Ik ga daarvoor de presentatie eerst openen. Presentatie, internet. En voilà. Als de presentatie er is, ga ik een nieuwe dia maken. De rechtermuisknop nieuwe dia of rechtsbovenaan nieuwe dia. Ik krijg een standaard nieuwe dia toegewezen. Hierbij ga ik het rechtervak niet gebruiken, dus ik selecteer het, ik druk op delete en ik heb alleen mijn titel en mijn inhoudsvenster. Ik kan het inhoudsvenster even vergroten. Voilà. Ik ga als titel het volgende toevoegen, Game Consoles. En ik ga een grafiek maken met de verkoopsgegevens over de PlayStation, de Xbox en de Wii. Daarvoor ga ik een aantal gegevens uiteraard verzinnen. Je ziet hiervoor de knopjes, tabel invoegen, afbeelding invoegen, film invoegen en het gaat natuurlijk bij ons over diagram invoegen. Als je daarop drukt, krijg je een hoofddiagram die eigenlijk al redelijk ingevuld is. Hiervan kan je de gegevens eenvoudig aanpassen. Je drukt daarvoor met de rechtermuisknop en je kiest hiervoor gegevenstabel voor diagram of linksbovenaan. Ik zal even laten zien, daar staat hetzelfde knopje, gegevenstabel voor diagram. Als je dit drukt, krijg je een mini Excel, een mini rekenblokvenster. En hier kan je eenvoudig de waarde van je grafiek aanpassen. Ik zal dat zo goed mogelijk aan de kant zetten, zodat jullie in het voorbeeld kunnen meekijken. Ik kan het niet meer verkleinen. Ik ga in mijn eerste kolom alle PlayStations zetten. PlayStation. In de tweede kolom komen de consoles van Microsoft. Ik doe eventjes weg en ik maak daarvan de Xbox. En in de derde kolom komt de Wii-console van Nintendo. Ik zie 1, 2, 3, 4 rijen en die rijen heten nu eenvoudigweg rij 1 tot en met 4. Ik ga hiervan een aantal jaren maken. Het jaar 2000, 2005, 2010 en een voorspelling rond 2015. En dan ga ik de waarde invullen van de verkochte consoles in dat jaar. Ik ga een heel eenvoudige waarde kiezen. 5, 6, de Wii was toen niet veel verkocht, 2,5. En dan zijn ze in opmars, ook de Xbox, maar die heeft niet zo'n grote opmars gekend. Je ziet dat ondertussen de grafiek mee aanpast automatisch. En de verkoop van de Wii in een aantal maanden of jaren bijna verdubbeld. Het derde jaar, dat was 2010, is er een teruggang van zowel de PlayStation als de Xbox, maar wordt de Wii zeer veel verkocht. En in 2015 verwachten we dat het een beetje stijgt voor de PlayStation, goed stijgt voor de Xbox en weer al stijgt voor de Wii. Vanaf nu hebben we onze waarden ingegeven. Als ik nu het knopje sluiten druk, dan zie je al een mooie grafiek staan. Hier staan al wat gegevens in. Je ziet aan de rechterkant al de legende, blauw, rood, geel, voor de verschillende consoles. Je ziet van onder de jaartallen staan en aan de linkerkant zie je de verkochte hoeveelheden. Nu, op zich is nog niet alles heel duidelijk. Ik ga nog wat legendes of titels bijvoegen. Dat doe ik via de rechtermuisknop en ik zeg titels invoegen. Het gaat hier over het aantal verkochte consoles. En als subtitel ga ik zeggen dat ze de getalletjes aan de linkerkant maal een miljoen moeten doen. Dus ik zeg daarvoor maal een miljoen. De x- en de y-assen kan ik ook al invullen. De x-as beneden zijn mijn jaren, of jaar. En de y-as zijn mijn verkochte hoeveelheden. Dus ik noem dat heel eenvoudig even aantal. Ik druk op OK. En je gaat zien dat een aantal dingen alweer aangepast werden. Ik krijg een titel, ik krijg de subtitel. Beneden krijg ik als legende dat het over het jaar gaat, 2000, 2015 en 2015. En aan de linkerkant staat nu aantal bij. Op zich een heel leuke grafiek. Als ik er nu langs klik, dan gaat die grafiek zich transparant invoegen in onze dia. Heel mooi. We kunnen dat op zich weer iets vergroten, zie ik. Dus er is nog ruimte op onze dia, dus ik maak hem wat groter. Zo groot mogelijk. Voilà. Nu kunnen we deze 2D-grafiek omvormen naar een 3D-grafiek met hele mooie effecten. Ik ga je dat laten zien hoe dat je dat doet.
Als je opnieuw dubbel klikt op de grafiek, dan kan je hem gaan aanpassen. We zitten terug in dat aanpasvenster. Hier bovenaan zie je diagramtype. Als ik dat klik, dan krijg ik de mogelijkheden. En je ziet hier dat de grafiek, ik zal het zo goed mogelijk aan de kant zetten, ziet je dat de grafiek nu in zijn kolomopmaak staat. Maar je kan die dus met één klik veranderen in een balkweergave. En je gaat zien dat dat vooronder ook gebeurt. Soms is dit een duidelijker voorbeeld. Je kan zelf eens gaan experimenteren. Kolom, een lijn, bubbel is ook een hele leuke, maar veel moeilijker om uit te leggen. Cirkel is natuurlijk ook leuk, maar in ons voorbeeld is dat niet erg bruikbaar. Je kan wel een cirkel in verschillende onderdeeltjes in segmenten gaan gebruiken, maar niet erg duidelijk. Ik wil je toch nog even het 3D-effect laten zien. Stel dat je zegt, dit was mijn gewone kolom, maar ik wil hem eens in een balk zetten en ik wil hem 3D gaan weergeven. Dan kan je hier gaan kiezen om iets te stapelen of cumulatief te laten weergeven, maar ik hou het op de normale weergave, maar ik ga hier bij 3D een keer de klik maken. En je gaat onderaan zien dat de grafiek veel mooier wordt, veel moderner wordt. Je kan zeggen, ik vind de balkjes niet leuk, de vakjes niet leuk, ik ga er kegels van maken. Kegels geeft je dit effect. Niet zo leuk vind ik, want je kan niet heel eenvoudig aflezen waar dat je waarde stopt. Dus cilinder vind ik een beter voorbeeld. Voilà. Heel erg duidelijk. Heel realistisch. Je kan ook realistisch naar eenvoudig maken. Dan ga je zien dat de omlijning een beetje aangepast wordt. Iets minder scherp gemaakt. Dus ik maak hem realistisch. En dit vind ik wel een heel leuke weergave. Als ik nu gewoon oké druk. En ik druk er langs. Dan ga je zien dat die weergave automatisch aangepast is. Stel dat je zegt, ik heb een foutje gemaakt. In 2010 was de PlayStation minder verkocht. Je kan daar heel gemakkelijk terug op de grafiek dubbelklikken. Zodat we in de weergave komen. Zo. Je gaat terug naar je gegevenstabel en je zegt in 2010 was de PlayStation niet 5, maar 4 keer verkocht. En je gaat het onmiddellijk zien in de grafiek. Dus als ik nu 4 en ik klik hier langs, dan ga je hier de wijziging zien gebeuren. Zie je? Onmiddellijk gewijzigd. Dus je hoeft nooit meer grote aanpassingswerken aan een grafiek of een foto te maken. Hij doet dat automatisch voor jou. Ik ga ook nog laten zien welke dat eigenlijk een andere mooie weergave is in ons voorbeeld. Dus als ik de grafiektypes nog eens aanduid, dan kies ik die van lijn. En in lijn zie je dat die onmiddellijk al naar de laatste springt. Is ook wel een hele duidelijke. 3D-lijnen. Maar deze punten en lijnen geven je echt de beste weergave. Je ziet dan, in ons voorbeeld uiteraard, je ziet dan heel duidelijk waar dat de puntjes, de waarden zich van dat jaar bevinden. Wat dat ook mooi is, om dit in vloeiende lijnen te gaan weergeven. Je drukt op vloeiende lijnen en je ziet dat de hoekige lijnen heel mooi omgevormd worden. Wil je ook dit weer in 3D, dan kies je de laatste 3D-lijnen en ook dit geeft een heel mooi effect. Zo. Uiteraard zijn hier de waardes iets minder duidelijk af te lezen. Dus ik hou het op mijn standaard punten en lijnen. Ik druk op OK en je bent vertrokken. Je grafiek is af. Als je nu hiervan vindt dat bijvoorbeeld de lijntjes aan de buitenkant niet erg duidelijk zijn, dan kan je nog allerlei opmaakveranderingen doorvoeren. Ik ga heel eventjes experimenteren. Ik dubbelklik nog eens op mijn weergave. En dan kan ik zelf bijvoorbeeld hier, als ik met de muis juist ga staan, op de y-as dubbelklikken. En ik kan zeggen, de y-as die moet een ander soort lijn krijgen. Bijvoorbeeld rode lijntjes. En die mogen zeer dik zijn, dus dan geef ik die als breedte 0,1 cm, ik druk op OK en je gaat zien, kijk, de roze lijnen zijn veel dikker geworden. Niet erg mooi, dus ik doe onmiddellijk eens ongedaan maken en ik heb niet veel werk om de opmaak die ik veranderde, om die terug te wissen. Zo kan je dat met alle lijntjes doen. Je kan dat zelfs doen bovenop de waarde van een grafiek. Je kan hiervan de kleur gaan aanpassen, je kan de dikte gaan aanpassen. Stel dat je een grote fan bent van de PlayStation, dan kan je die veel dikker maken, die lijn. En dan lijkt het alsof die voor jou belangrijker is. Dan zie je de PlayStation-lijn veel duidelijker terug in verhouding tot de Xbox en de Wii-lijn. Ook dit kan je een beetje verwezenlijken in de 3D-weergave. Ik ga het je proberen te laten zien. Dus als ik die selecteer, ik kies de balkweergave, dat is wel een duidelijke. Nu staat die op 2D. Met één simpele klik kan ik daar een 3D van maken. Oké. En ook hier kan je dubbelklikken. En zeggen, het lijntje rond, je was een fan van PlayStation, PlayStation was blauw. Dus je ziet het blokje verschuiven, dit is de Wii,
één keer klikken de Xbox, nog een keertje en we zitten op de blauwe. Als ik hier nu op dubbel klik, krijg ik echt de aanpassingen voor de blauwe lijn. Ik kan hier zeggen continu, niet zwart, maar ik maak hem, klinkt misschien vreemd, maar ik maak hem eens wit. Ik maak hem iets dikker. Oké. En hij heeft zich aangepast. Hopelijk is het ook zichtbaar met onze blauwe achtergrond. Voor mij is het prima zichtbaar. Ik heb de PlayStation er een beetje uitgelegd. Hij heeft een wit omrande kader. En je ziet duidelijk in de evolutie. Hij is nu wel in balkweergave. Dat van 2000 tot 2015. Dat vooral de Wii extreem veel exemplaren verkocht heeft. En je ziet dat de Xbox bijvoorbeeld redelijk stabiel gebleven is. Goed. Dit was een eerste inzicht in het gebruik van grafieken binnen Impress. Heel veel mogelijkheden, heel veel keuzes. Je moet natuurlijk een tijdje experimenteren om jouw juiste weergave verwezenlijk te zien. Veel succes en veel plezier alvast.